Dames en heren, de orde is nu de motie van de dames Elisabeth Meuleman en Elke van den Brand tot onderzoek door het Rekenhof naar de financiering van het hoger onderwijs. De bespreking is geopend. Wie vraagt hierover het woord? Mevrouw Meuleman. Zijn er nog andere tussenkomsten? Alleen meneer Van Dijk. Goed. Ah, sorry meneer De Potter. Ah, sorry. Fijn. Zeer goed. U heeft een half uur, maar dat moet niet hoor. Ja, maar ik ga toch mijn tijd nemen, voorzitter. Maar dat is een goed recht. Om eens rustig uit te leggen en u te proberen overtuigen waarom mijn motie en mijn vraag naar een onderzoek in verband met de financiering van onze universiteiten en hogescholen, waarom ik denk dat dat een goed idee is. Ik denk dat jullie allemaal weten en beseffen, of toch de mensen die het hoger onderwijs wat hebben gevolgd, dat het financieringsprobleem van ons hoger onderwijs dat niet van gisteren is. Dat sleept al een tijdje aan. Er zijn de vorige legislatuur een aantal problemen geweest. We hebben de actiegroep hoger onderwijs gehad, die zich serieus vragen stelde en eigenlijk toch wel wat commotie teweeggebracht heeft, omdat men zei de manier waarop de hogescholen en universiteiten nu gefinancierd worden op basis van het aantal publicaties, waardoor er een enorme publicatiedruk is en waardoor het onderwijs en de maatschappelijke taak van de hogescholen en universiteiten, waardoor we die niet meer kunnen vervullen, die hadden serieuze vragen over het financieringssysteem. We hebben het hele inkantelingsverhaal gehad in de vorige legislatuur, waarbij hogescholen en een deel van de opleiding werden ingekanteld in de universiteiten. Ook dat bracht kosten met zich mee en had financiële gevolgen die we op dat moment niet helemaal in kaart konden brengen. We hebben de toename gezien van de studenten, exponentieel. Heel wat studenten zijn erbij gekomen, maar de financiering is niet gevolgd. Het resultaat is overvolle aulas. Professoren die het aantal studenten niet op een kwalitatieve manier kunnen begeleiden. We zien de gebouwen van de universiteiten, de aulas, die het aantal studenten ook niet meer kunnen slikken, studenten die op de trappen zitten, allerlei problemen die de kwaliteit van ons hoger onderwijs toch wel echt onder druk zetten op dit moment. Wat zegt de Vlaamse regering bij het begin van de nieuwe legislatuur? Wij vinden toch dat er nog wat kan bespaard worden op het hoger onderwijs. Wij gaan nog eens 80 miljoen inspanningen vragen van het hoger onderwijs om onze rekening te doen kloppen. Dus ook van onze studenten willen wij nog een extra inspanning. En dan komen er allerlei pistes, directoren of andere mensen uit universiteiten en hogescholen naar voorschuiven. Ook de Vlaamse regering die zegt, waarom niet het inschrijvingsgeld verhogen? Wij laten het u toe. Je kunt het inschrijvingsgeld verhogen en op die manier het gat een stuk dichtrijden. Haal het geld bij de gezinnen, haal het geld bij de mensen. Een aantal rectoren vindt dat toch niet zo'n superpiste en zeggen van waarom geen bindende oriënteringsproef invoeren. Op die manier gaan we toch heel wat studenten weren en dan zullen onze aulas ook overvol zitten. Ik weet niet of dat een supergoeie piste is. Dan zijn er rectoren die zeggen laat ons de externe kwaliteitszorg. Misschien kunnen we daar nog wat op besparen. Uiteindelijk is dat misschien toch een bende pottenkijkers hier in onze instellingen. En misschien moeten we daar wat geld zoeken. Allerlei pistes, de een al waar waardevoller dan het andere, maar waar toch volgens mij een serieus debat moet over gevoerd worden. Wij hadden dan ook echt vanuit de intentie om te zeggen van laat ons de hele discussie nu eens objectiveren. Een motie voorgesteld met een aantal onderzoeksvragen, objectieve onderzoeksvragen aan het Rekenhof. Die vragen zijn bijvoorbeeld, hoe kan het budget aangepast worden, het budget voor universiteiten en hogescholen, aan de stijgende noden die er echt wel zijn in ons hoger onderwijs. En ook, hoe kan het efficiënter? Wat kunnen we bijvoorbeeld doen met nieuwe technologieën, nieuwe technische mogelijkheden? Is daar al een zicht op? Nee, dat is er niet volgens ons. Hoe zorgen we dat middelen efficiënt worden ingezet om het doel van de democratisering van het hoger onderwijs te vrijwaren? Toch nog altijd een belangrijk streven volgens ons. Maar ook kunnen we nog verder gaan op de piste van de rationalisatie. Zijn er vormen van overaanbod, overlapping? Is er misschien sprake van overdreven concurrentie tussen instellingen? Kunnen we op dat vlak misschien rationaliseren en efficiëntiewesten boeken? De besteding van de middelen van hoger onderwijs aan
recruteringscampagne, public relations. Je ziet soms bussen rijden met reclame van bepaalde instellingen. Je ziet dat concerten gesponsord zijn. Is dat een taak van onze hogere instellingen? Is dat een goede manier van besteden van middelen? Een legitieme vraag, denk ik, die we ons kunnen stellen. De hamvraag van de vorige legislatuur. Wat is de verhouding tussen onderzoek en onderwijs en de middelen die daaraan besteed worden? Hoe zit het met die outputfinanciering en blijven er nog voldoende middelen over voor kwalitatief onderwijs voor die maatschappelijke dienstverlenende taak? Zeer belangrijke vraag, denk ik. De financiering, dan een aantal vragen over de infrastructuur. Rationeel gebruik van onze onderwijsinfrastructuur. Samenwerken op vlak van gebruik van infrastructuur. Nu heb je zeer veel hogescholen, elk met bepaalde laboratoria. Er is geen gedeeld gebruik. Dat zou er kunnen komen. We denken dat dat nuttig zou zijn om dat te onderzoeken. Multifunctioneel gebruik. Privaat-publieke samenwerking, daar is ook sprake van op dit moment binnen universiteiten. Maar dat is niet ongevaarlijk, denk ik. Als je te veel gebruik maakt van private financiering in universiteiten, hoe ga je dan de onafhankelijkheid van je onderwijs garanderen? Ik denk dat dat een vraag is die te onderzoeken waard is. En tenslotte ook een vraag over die kwaliteitscontrole. Kan de verantwoording die instellingen voor hoger onderwijs afleggen aan de overheid en de maatschappij efficiënter worden georganiseerd, zonder de administratieve romslomp die er absoluut is, denk ik. Maar moeten we daarbij die externe kwaliteitszorg toch niet blijven behouden op zijn minst? Daar moet daar geen debat over gevoerd worden. Dus een reeks van vragen, denk ik, die ik vorige week ook al had gesteld. Nu, vorige week, meneer Van den Heuvel, was uw antwoord, want u heeft al een beetje antwoord gegeven op mijn motie. U heeft gezegd, dat is niet nodig, mevrouw Meuleman, dat onderzoek, want dat onderzoek loopt. Enerzijds zijn er onderzoeken geweest van het Rekenhof. Hè. Nu, u heeft zelf aangegeven, die onderzoeken die gingen eigenlijk over die inkantelingsoperatie, de hele inkantelingsoperatie. Die vraag, die stel ik mij ook, maar daar moeten we geen extra onderzoek meer over doen. Die onderzoeksvraag zit dan ook niet meer in mijn motie vervat, meneer Van den Heuvel. Dus het onderzoek van het Rekenhof waar u naar verwees, heeft op geen enkele manier betrekking op mijn vraag hier in deze motie. Een tweede onderzoek waar u naar verwees, en dat vind ik toch wel eigenlijk een beetje ironisch, en dat u daarmee schermt, daar moest ik bijna mee lachen, is het inderdaad het onderzoek van de administratie over de evaluatie van het financieringsdecreet. U weet, we hebben een nieuw financieringsdecreet gestemd in 2008. Meneer Van Dijk, u was er toen al bij, nog onder Van den Broeke. Dat nieuwe financieringsdecreet, dat ten dele gebaseerd is op die fameuze outputfinanciering, daar is veel discussie over geweest. Dat is het voorwerp geweest van een groot debat. En dat is uiteindelijk goedgekeurd, maar daar waren toch een aantal voorwaarden ook in ingeschreven. Onder andere die evaluatie, die decretaal verankerd was. Die evaluatie, houd u vast, die moest klaar zijn aanvankelijk eerst op 1 januari 2014. U weet dat, hè? Meneer Van den Heuvel ook. Die evaluatie is er toen niet gekomen. Dan zou die evaluatie klaar zijn in mei 2014. Die evaluatie was niet klaar in mei 2014. Dan zou die evaluatie klaar zijn op 30 juni 2014. Die evaluatie was niet klaar op 30 juni 2014. Het is nog steeds wachten, meneer Van den Heuvel, op die evaluatie door de administratie waar u naar verwees en waardoor u vond dat mijn motie overbodig was. Omdat die evaluatie loopt, zei u. Maar het is een publiek geheim dat die evaluatie niet zo vlot loopt, meneer Van den Heuvel, dat wij daar al zeer lang zitten op te wachten en dat die er nog altijd niet gekomen is. Ook de onderzoeksvragen van die evaluatie die door de administratie gebeurt, zijn beperkt. We kennen die onderzoeksvragen, want die zijn verankerd in het decreet. Daar staan een aantal vragen die best interessant zijn, vind ik ook. Onder andere de impact van de outputfinanciering op de uitstroom van studenten, maar eerst de eerste onderzoeksvraag inderdaad. De impact van de verschillende financieringstromen op de instroom, de doorstroom en de uitstroom van studenten, meer in het bijzonder van de studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. Dus ook daar een nadruk op diversiteit, broodnodig, een nadruk op die studenten uit sociaal minder begoede milieus die we nu met ons universiteiten en hogescholen en ons hoger onderwijs absoluut niet goed bereiken. Daar is een recente OESO-studie over geweest, u weet dat ook, u heeft dat ongetwijfeld gevolgd, die aantoonde dat studenten uit begoede milieus met hoger opgeleide ouders 6 keer meer kans hebben
om toegelaten te worden of om het te maken en om door te stromen naar het hoger onderwijs, om het zo te zeggen, dan kinderen van lager opgeleide ouders. Wat zien we interessant? In landen met lage of geen inschrijvingsgelden wordt die kloof grotendeels toegereden. Scandinavische landen bijvoorbeeld, daarbij heb je een pak meer studenten uit sociaal minder gegoede milieus van ouders die lager opgeleid zijn, die toch doorstromen naar het hoger onderwijs. In die landen, zoals de Verenigde Staten en Engeland, waar je nog hogere inschrijvingsgelden hebt, is het nog moeilijker en scoren kinderen uit minder goede milieus nog slechter. Wat doen wij? Zonder de evaluatie van de administratie af te wachten, beslissen om de inschrijvingsgelden te verhogen en dus de democratisering een stukje teniet te doen. Nochtans blijft het de bedoeling van het decreet en was het ook wel de bedoeling om die ondervertegenwoordigde groepen beter te laten doorstromen en te onderzoeken hoe we dat kunnen doen. Maar u wacht dus die evaluatie niet eens af, die al lang moest klaar zijn, en u zegt we gaan de inschrijvingsgelden verhogen. Meer nog, u neemt nog een beslissing, want ik heb het programmadecreet gezien dat jullie vrijdag hebben goedgekeurd op de Vlaamse regering. En ik viel bijna achterover. Wat zien we? Verhoging van de inschrijvingsgelden. Wat zien we nog? Het aanmoedigingsfonds stond ook in het decreet. En daardoor is het decreet op de financiering van de hogescholen en universiteiten er ook doorgekomen, omdat er daar een aanmoedigingsfonds in ingeschreven stond. In dat aanmoedigingsfonds was ook de bedoeling om ervoor te zorgen dat we een betere democratisering krijgen, dat die groepen die het moeilijk hebben, dat die beter doorstromen. Dat aanmoedigingsfonds, daar zijn al veel vragen over gesteld in de commissie, onder andere door mevrouw Helzen, die daar in 2013 een zeer interessante vraag over gesteld heeft aan Pascal Smet. Die zei, er is een bewijs dat dat aanmoedigingsfonds eigenlijk de bewustwording rond diversiteit, rond doorstroom, rond begeleiding van studenten, dat dat nuttig is geweest. We moeten dat verder zetten, zegt mevrouw Helzen. Wat zijn uw plannen, minister Smet? We moeten dat structureel verankeren. Dat aanmoedigingsfonds, dat is belangrijk. Een goede vraag, ik heb hier mee, mevrouw Helzen. U was daar voorstander van. Wat blijkt? Dat aanmoedigingsfonds in het programmadecreet wordt zomaar geschrapt. Die middelen die gaan in de basisfinanciering, worden die opgenomen. Maar doelstellingen naar doorstroom van kansengroepen, naar diversiteit in onze hogescholen en universiteiten, waar we zo slecht slagen, ik zie het niet. Ik heb het niet gezien en ik stel me daar grote vragen bij. Nog iets waarvan ik achterover viel, als ik dat programmadecreet bekijk. Dus we hebben al de verhoging van de inschrijvingsgelden, de schrapping van de aanmoedigingsfondsen, de studentenvoorzieningen. Een decreet goedgekeurd in 2012, waarbij dat we een groeipad voorzien voor onze studentenvoorzieningen. Die studentenvoorzieningen die er ook zijn om studenten uit moeilijke groepen die het anders niet maken, die onder extra ondersteuning nodig hebben aan onze universiteiten en hogescholen, om die verder te ondersteunen. Wat zie ik daar staan in dat programmadecreet? Een besparing van 5% op de studentenvoorzieningen, een niet-indexering van de werkingsmiddelen en dan nog een keer een schrapping van het groeipad, goedgekeurd in het decreet van 2012. 1,5 miljoen dat je daar ook op gaat besparen. Dat zijn 3 maatregelen die grondig ingrijpen op de financiering van hogescholen en universiteiten, grondig ingrijpen op een manier die volgens mij de democratisering teniet doet. En dat keurt de CD&V goed. En de CD&V zegt dan nog een keer van kijk, we gaan de evaluatie van het decreet niet eens afwachten. Meer nog, we vinden eigenlijk dat een verder onderzoek niet nodig is, alhoewel dat we wel beseffen dat het niet goed zit, want ook daar zijn al veel vragen over gesteld, met de huidige evaluatie die door de administratie wordt gedaan. Dus, meneer Van den Heuvel, uw 2 argumenten van vorige week. 1, het wordt door het rekenen of onderzocht. Houd geen steek, want dat ging over de inkanteling. 2, er loopt een evaluatie binnen de administratie. Ja, maar dat is de processie van Achternach en daar wachten we nu al een eeuwigheid op. En de onderzoeksvragen komen niet overeen met de onderzoeksvragen in mijn motie. Dus ik zie geen enkel argument meer, meneer Van den Heuvel, om mijn motie niet goed te keuren, om toch te gaan naar een objectivering van die financieringstromen binnen onze hogescholen en universiteiten, om op die manier eindelijk een broodnodig goed beleid te kunnen voeren wat de financiering van ons universiteiten en hogescholen betreft. En ik zou er dan echt op aandringen. Allee, dit is geen politieke discussie, dat gaat niet over ideologie. Dat is gewoon een zeer pragmatische vraag naar een objectivering van de cijfers aan het rekenhof. En ik vraag mij af, wie kan daar nu tegen zijn?
spreektijd was nog lang niet om. Meneer Van Dijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga vanop mijn plaats even volgende bemerking formuleren. Mevrouw Meuleman die stelt hier een hele reeks vragen voor aan het Rekenhof. Met de bedoeling, dacht ik, dat was vorige week toch de hoogdringendheid, om dat te kunnen implementeren, om dat te kunnen gebruiken met het oog op begroting 2015. Dat heb ik in haar betoog heden niet meer gehoord. Er zijn ook een aantal vragen waar ik me toch wel de vraag stel of die aan het Rekenhof moeten gesteld worden. De vraag hoe dat je gebouwen multifunctioneel kunt inzetten. Mijn zinziens zijn dat geen budgettaire zaken, zijn dat geen rekeningen, zijn dat geen betalingen, maar gaat dat over een ordentelijk gebruik van een patrimonium. Maar in zonder mevrouw Meuleman, en ik vind dat je daar inderdaad toch wel ook naar de collega van den Heuvel nogal licht overheen gaat. Het financieringsdecreet is een belangrijk decreet. En wanneer die doorlichting of de evaluatie daarvan even op zich zal laten wachten, dan ga ik er ook vanuit dat dat te maken heeft met een aantal complexiteiten ter zake. En ik wil er inderdaad geen politiek spel mee spelen. Maar ik denk dat wij heel aandachtig naar die evaluatie moeten kijken om daar een aantal gevolgtrekkingen uit te trekken. En dat is dan ook het standpunt van mijn fractie, dat wij de evaluatie van dit financieringsdecreet, dat ook enorm vele sterke elementen bevat, zaken ook die ons vanuit het buitenland voor een stuk erg gewaardeerd werden, de manier waarop we die financiering aanpakten, met een onderwijsluik, met een onderzoeksluik, met het kliksysteem dat erin verwerkt is, maar dat we ten gronde die evaluatie doen alvorens verder te werken. Dank u. Gaat u er nu op reageren? Of? Ja, meneer Van Dijk. Een aantal dingen. Wat die gebouwen betreft, ik denk dat dat wel een nuttige vraag is aan het Rekenhof. Als het gaat over de rationalisatie en de middelen die je zou kunnen uitsparen en de manier waarom je je middelen efficiënter zou kunnen inzetten door bijvoorbeeld verder te rationaliseren en door hogescholen en universiteiten die allemaal in dezelfde stad zich bevinden, als die zouden samenwerken en gebruik maken van elkaars labo's en technische ruimtes en instrumenten, dan kan het rekenen of toch uitrekenen en bekijken wat dat aan efficiëntiewinsten zou kunnen betekenen. Dus ik denk dat dat een zinvolle en nuttige onderzoeksvraag is. Ten tweede, u zegt, ja, vorige week was het oogdringend. Nee, vorige week hebben wij gevraagd om de agenda te wijzigen om het erop te zetten. U heeft dat geweigerd. Ik vraag het nu nog. Het zou misschien een illusie geweest zijn om te denken dat het Rekenhof zou klaar zijn voordat het programma decreet klaar was. Maar ik denk, hoe sneller, hoe liever dat we met zo'n evaluatie starten. U heeft duidelijk ook niet gewacht op de evaluatie van de administratie. Toch denk ik dat in het licht van beslissingen voor de rest van de legislatuur zo'n onderzoek nog altijd dringend blijft. U zegt, men kijkt vanuit het buitenland naar een aantal systemen die wij hebben ingevoerd, zoals het kliksysteem. Net daar stel ik mij serieuze vragen bij. Enerzijds omdat het kliksysteem het aantal leerlingen en de toename van het aantal studenten absoluut niet is gevolgd. De studenten zijn in groot aantal toegenomen. Soms zag je een toename van 3,5% bijvoorbeeld. En het kliksysteem werkt altijd maar per 2%. Dus dan zag je dat daar toch wel een groot verschil op zag. En dat het kliksysteem te weinig volgde. Het loopt ook achterop, het kliksysteem. En wat beslist u? Net om uw kliksysteem niet te laten doorgaan in de periode 2015-2016. Maar om een klik over te slaan. Dus nog een extra besparing zonder een evaluatie af te wachten. En terwijl u hier nu uw systeem zo zit te verdedigen en zegt van kijk, ze komen daar naar het buitenland naar kijken en we zijn daar zo fier op. Toch gaat u zo'n klik overslaan in deze legislatuur. Ja, dat betekent een extra probleem, denk ik, voor universiteiten en hogescholen. Dus die geeft mij nog een bijkomend argument om zeker die financiering verder te onderzoeken. Meneer Diependalen. Ja, meneer de voorzitter, heel kort. Ik wil op het eerste punt nog even tussenkomen, mevrouw Meuleman. Ik vraag me af of u eigenlijk ooit een rapport van het Rekenhof gelezen hebt. Want het is niet zo dat u de vraag kan stellen, wat zijn nieuwe mogelijkheden? Ja, luister even, wat zijn nieuwe mogelijkheden om infrastructuur multifunctioneel te gebruiken? Dat lijkt mij een technische vraag, waar je inderdaad met mensen op het terrein moet gaan praten, wat dat die nieuwe mogelijkheden zijn. Maar het Rekenhof gaat daar geen uitspraak over doen. Dat is niet aan hen. Mevrouw Meuleman, mag ik even, ik had nog het woord.
Dat is niet aan hen, aan hen om daar uitspraken over te doen. Eventueel kan wel natuurlijk, eens u die mogelijkheden hebt, kan u laten narekenen wat daar eventueel de opbrengsten van zijn. Ja. Maar wat zijn die nieuwe mogelijkheden? Dat gaat het Rekenhof nooit op. Dat is inderdaad geen optimale formulering, meneer Diependalen. Maar u weet natuurlijk wat ik bedoel. Ik ga niet vragen aan het Rekenhof om eens een gesprek te voeren met de universiteit om te bekijken wat de nieuwe mogelijkheden zijn voor het gebruik van infrastructuur. Dat bedoel ik niet. Dat kunnen we inderdaad ook doen, maar dat moet het Rekenhof niet doen. Daar ben ik mij van bewust. Wel wat de financiële gevolgen van een efficiënte ruimtegebruik zouden kunnen zijn, ben ik van overtuigd dat het Rekenhof dat wel kan berekenen. Nu, voel u vrij, meneer Diependalen, als u hier en daar nog bedenkingen heeft bij bepaalde formuleringen in mijn motie om die lichtjes te amenderen. Ik heb daar zeker geen probleem mee en ik wil die aanpassen als dat er kan voor zorgen dat u dan toch ingaat op mijn vragen. Misschien, collega's, ter aanvulling, mevrouw Meuleman heeft vorige week gevraagd om dat aan de agenda toe te voegen. Die heeft geen beroep gedaan op de hoogdringendheid, hè? Vorige week. Het was een punt, ze wilde een punt toevoegen aan de agenda, maar dat was geen hoogdringendheid vorige week. Meneer De Potter. Ja, voorzitter. Meneer Van Dijk. Nee, maar ik dacht dat er vorige week wel verwezen werd naar begrotingsopmaak 2015. Nee, het was in het gewoon betoog van mevrouw toevoegen aan de agenda. Meneer De Potter, alstublieft. Ja, dank u, meneer De Voorzitter. Mevrouw Meuleman, ik ben een believer van het Rekenhof en ik denk dat het altijd nuttig kan zijn om vragen te stellen aan het Rekenhof, dat vragen aan het Rekenhof, rapporten van het Rekenhof een effectief controlemiddel kunnen zijn die het parlement nuttig kan gebruiken. Maar we moeten ons de vraag stellen wat de meerwaarde is en wat de kosten en de baten zijn. En in dit geval, en collega Van Dijk heeft er al naar verwezen, er is inderdaad nog een onderzoek lopende, een onderzoek dat, zoals u zelf aangeeft, eigenlijk al had moeten klaar zijn. Maar gelet op de complexiteit van het een en het ander zal dat wel de nodige vertraging met zich mee hebben gebracht. Dus in dit geval zie ik eigenlijk de meerwaarde van een extra onderzoek door het Rekenhof niet, gelet op het feit dat er nog een onderzoek lopende is. En minister, de toenmalige minister van Onderwijs, meneer Smet, heeft vorig jaar ongeveer deze periode in de commissie geantwoord en wat meer duiding gegeven bij het lopende onderzoek. En daarin heeft hij toch gesteld dat de beleidsevaluatie die gebeurt bijzonder breed is en dat er ook een grote betrokkenheid is van heel wat actoren. En ik heb dat een keer opgezocht. Het gaat over een evaluatie met de rol weggelegd voor de stuurgroep hoger onderwijs, waarbij een begeleidingscommissie is toegevoegd, de VLUR en de studentenvertegenwoordigers. Er zijn klankbordgroepen. Er komt een analyse van instroom, doorstroom en uitstroom van studenten hoger onderwijs. De financiering van het onderzoek via onderwijs wordt onderzocht. De transparantie van het huidige financieringsmodel. Dat zijn allemaal zaken die in het onderzoek aan bod komen. Dus als het klopt, en wie ben ik om te twijfelen aan de woorden van de vorige minister, als het klopt dat de beleidsevaluatie zo breed is en dat er ook wel heel wat betrokkenheid is van heel wat actoren, dan loont het volgens mij de moeite om de eindrapportering af te wachten vooraleer we opnieuw aan een nieuwe doorlichting, aan een nieuw onderzoek beginnen. Zeker gelet op het feit, en ik denk dat universiteiten en hogescholen dat zullen bevestigen, dat zo'n doorlichting en een onderzoek ook heel wat administratieve lasten en procedures met zich meebrengt voor die instellingen die onderzocht worden. En ik denk dus dat we beter het ene afwachten vooraleer we aan het andere beginnen. Dank u wel. Mevrouw Heltzen. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Meuleman, u hebt verwezen naar een vraag die ik vorige legislatuur gesteld heb in de commissie. En u hebt ook weergegeven wat mijn reactie geweest is op dat moment. Nu, ik heb het verslag van de commissievergadering daarbij genomen en ik wil toch wel heel duidelijk stellen dat de manier waarop dat u mij citeert niet correct is. Ik heb vragen gesteld aan de minister en collega De Potter verwijst net naar het antwoord dat de minister gegeven heeft. Hij heeft een zeer uitgebreid antwoord gegeven waarin hij alle elementen opgenomen heeft van de onderzoeken die lopende zijn, waar duidelijk blijkt dat er heel wat informatie op ons afkomt. En de reactie die ik daarop gegeven heb, is een reactie die naar voren gekomen is in het advies van de VLOR. En verder heb ik gewoon gezegd dat de zeer uitgebreide informatie die de minister gegeven heeft, de moeite is om door te nemen. En dat wij in blijde verwachting zijn van de resultaten van de rapporten. Maar ik heb daarbij geen persoonlijke mening gegeven over het aanmoedigingsfonds. Dus ik vind het toch wel belangrijk om dat hier correct te stellen. Mevrouw Meuleman, wil je er nu op reageren? Wel, ja, het is
Maar een kwestie van door welke bril dat je een aantal zaken leest, denk ik, mevrouw Helsen. Ik heb hier ook het verslag voor mij. De evaluatie maakte wel duidelijk dat door het inzetten van de middelen uit het aanmoedigingsfonds een dynamiek in zaken diversiteit is ontstaan of geïntensifieerd binnen het hoger onderwijs, wat heel positief is, zegt u letterlijk. Dus daaruit mag ik... Is het moeilijk voor mij om af te leiden dat u een voorstander bent voor het schrappen van het aanmoedigingsfonds zoals dat nu gebeurt? Neem mij niet kwalijk dat ik dat daar niet in lees, mevrouw Helsen. Wacht u even, mevrouw, want er zijn nog tussenkomsten. Mevrouw Soens. Ik wil me aansluiten bij de toelichting van mevrouw Meuleman. Het kan absoluut niet dat besparingen op hoger onderwijs, als er al bespaard moet worden op onderwijs te koer, dat een verhoging van het inschrijvingsgeld of een vermindering van de kwaliteit van ons onderwijs inhoudt. Ik wil daarbij toevoegen dat met de besparing op de sociale toelages opnieuw de meest kwetsbare studenten worden getroffen. De doorlichting van het rekenhof kan daarom een goed middel zijn om na te gaan of de middelen efficiënter kunnen ingezet worden zonder dat er aan kwaliteit of aan democratisering van ons onderwijs wordt ingeboet. Dank u. Oké. Ja, voorzitter, heel kort, al is het maar om onze stem, die wij zo dadelijk geacht worden uit te brengen, om die te verklaren. We hebben in dit parlement een voorzitter die er voorstander van is om het rekenhof zoveel mogelijk bij onze werking te betrekken. En dat betekent hoegenaamd niet uiteraard dat we dat te pas en te onpas telkens opnieuw moeten inroepen. Maar ik denk dat er in deze voldoende objectieve redenen zijn om het rekenhof een antwoord te laten formuleren op minstens een aantal in deze motie terechtgestelde vragen. En indien er over de formulering van een aantal andere vragen bedenkingen zijn vanuit de meerderheid, dan staat het hen natuurlijk vrij om die te amenderen, om die te wijzigen. Maar het principe om het rekenhof in deze te vatten, willen wij zeker ondersteunen. Goed, dankjewel. Vraagt hierover nog iemand het woord? Nee?